Ik ben bezig aan een Harry Potter marathon. En dat is trouwens niet de eerste keer dat ik dat doe, want ik vind die films gewoon zo ongelooflijk goed. Maar nu is er iemand en die beweert dat Harry Potter helemaal niks nieuws is. Zonder afbreuk te willen doen aan de genialiteit van J.K. Rowling, Harry Potter is eigenlijk niet heel erg bijzonder. Ik heb vandaag afgesproken met Elisabeth De Bruin, historisch letterkundige aan de Universiteit van Antwerpen en gespecialiseerd in ridderverhalen. Want volgens haar is Harry Potter eigenlijk gewoon een hedendaags ridderverhaal. En een ridderverhaal, dat is bijvoorbeeld Koning Arthur of de Ridders van de Ronde Tafel. Verhalen die soms al 800 jaar oud zijn en die we nog altijd kennen. Hoe dat komt, dat willen wij van de Universiteit van Vlaanderen weten. Waarom kunnen we na 800 jaar nog altijd de ridders van de Ronde Tafel? Omdat ze populair waren in de middeleeuwen en dat nog altijd zijn. Neem nu koning Arthur. We weten eigenlijk niet of Arthur ooit heeft bestaan. Als hij ooit bestond, was hij waarschijnlijk eerder een legeraanvoerder dan een koning. Maar hij is wel bekend geworden als koning in de literatuur, in de ridderverhalen. En veel van die verhalen kennen we nog altijd. Koning Arthur, er zijn ook nog steeds boeken over geschreven, stripverhalen. Er zijn films over gemaakt, hè. First Knight, Monty Python en de Holy Grail. En Karel en de Elegast, misschien ook bekend, wordt vaak op school gelezen. En dat geldt misschien ook voor de Vier Heemskinderen en het Ros Beiaard. Bekend van de Ros Beiaard ommegang in Dendermonde. Allemaal eeuwenoude ridderverhalen. En nu ik erbij stilsta, echt zot dat we die nog altijd kennen eigenlijk. Hoe komt het dat die middeleeuwse ridders maar blijven overleven? De kern zit dus in dat hervertellen. En dat begon eigenlijk al in de middeleeuwen. Want we zien dat veel verhalen ook toen al werden doorgegeven, opnieuw werden opgeschreven door andere auteurs, bewerkers, maar ook in vertalingen. Veel ridderromans zijn vertaald vanuit het Frans, in het Nederlands, in het Duits, in het Engels. En als een verhaal in de middeleeuwen al heel vaak werd opgeschreven, dan is de kans ook groter dat het ons heeft bereikt. Er waren in de loop der eeuwen natuurlijk wel momenten dat koning Arthur en andere ridderverhalen even minder populair waren. Maar uiteindelijk kwamen ze altijd weer terug boven water. Het gebeurde ook wel dat als ridderverhalen bijvoorbeeld een hele tijd vergeten waren, dat ze opnieuw konden worden ontdekt. We zien bijvoorbeeld in de 19e eeuw dat wetenschappers opeens de middeleeuwen zien als een interessante periode. En dan gaan ze opnieuw het verhaal ontdekken van bijvoorbeeld Karel en de Elegast. Maar we zien ook bijvoorbeeld dat koning Arthur in die tijd opnieuw wordt ontdekt. Dat gebeurde er vooral voor het grote publiek dan. Door de schrijver T.H. White bijvoorbeeld, Arthur, koning voor eens en altijd, gevolgd door het boek van Merlijn. En dit werd dan weer opgepikt door Disney, die daar dan een Merlijn de Tovenaar, een filmbewerking van maakte. En daarna ging het rap met de Arthur-bewerkingen in films. Dat schrijven van ridderverhalen, dat was eigenlijk nooit gestopt. Ook vandaag de dag worden nog steeds ridderverhalen gemaakt. Bijvoorbeeld voor de jeugd, denk aan het verhaal van Tonke Dracht, een brief voor de koning. En ook moderne series, zoals Game of Thrones en Star Wars, Harry Potter, zijn beïnvloed door de middeleeuwse ridderroman. Eigenlijk waren ridders gewoon de superhelden van toen. Gevechten, magische elementen, de strijd tussen goed en kwaad. De held die uiteindelijk overwint. Dat is in al die tijd eigenlijk onveranderd gebleven. Heel wat middeleeuwse ridderverhalen zijn dus na 800 jaar toch nog tot bij ons geraakt. Al is het omdat ze eeuwenlang werden doorverteld tot de dag van vandaag, of omdat ze werden herontdekt door een wetenschapper. Er is dus iets met die ridders wat mensen heel hard aanspreekt. Waarom vinden we die zo leuk? Ridders, dan moeten we eigenlijk 800 jaar terug in de tijd. Hè. In de 12e eeuw ontstonden de eerste ridderverhalen. En ridders zelf waren eigenlijk nog ouder. Die bestonden zeker sinds de 10e eeuw. En dat waren eigenlijk gewoon soldaten te paard. Ridders betekent ruiter. Maar in de 12e eeuw steeg die ridderstand enorm in aanzien. En wilde iedereen opeens van de lage tot de hoge adel ridder worden. Want ridders die wisten wat hoffelijk, wat hoofs was. En hoofsheid, dat was eigenlijk de sociale gedragscode van toen. Met eigenschappen als zelfbeheersing, medeleven,
goede persoonlijke verzorging, tafelmanieren zoals handen wassen voor het eten. En dat hele pakket van normen en waarden werd eigenlijk uitgedragen via de literatuur. En ja, dan vooral via de ridderroman. Dus in zekere zin waren die ridderromans dan die hadden een belangrijke voorbeeldfunctie. En ridders waren dan de rolmodellen. Maar daarnaast waren de ridderverhalen natuurlijk ook gewoon spannende, meeslepende avonturen. Over trouw, heldenmoed, liefde. Soms met een flinke dosis magie. Dus de formule van ridderromans, dat was gewoon een geniale formule. Een hoffelijke, aantrekkelijke jonge man komt op voor het goede en verdedigt wie hulp nodig heeft. De basisbestanddelen van die ridder-heldenverhalen zijn dus altijd hetzelfde. Maar elke verteller maakt er wel zijn eigen versie van. Al die verschillende versies van die verhalen zijn net voor ons juist interessant. Want de verschillen daartussen, groot of klein, die kunnen ons een hoop leren over de tijd en de cultuur waarin die hebben gefunctioneerd. Ik heb vooral onderzoek gedaan naar het verhaal van Floris en Blancheflor. En dat is een verhaal dat in de middeleeuwen al in tenminste 10 talen bekend was. Dat is een verhaal over de verboden liefde tussen een moslimprins, Floris, en de dochter van een christelijke slavin, Blancheflor. In dit verhaal gaat het eigenlijk niet zozeer om het vechten, maar juist om liefde, om emotie, om die hoofse normen en waarden. Dat is eigenlijk de moraal van het verhaal. Maar hoe voer je dat onderzoek juist uit? Staan al die verschillende versies van dat ene ridderverhaal dan samen hier in deze bib? In het Nederlands taalgebied kennen we ongeveer nog 75 ridderverhalen, geheel of gedeeltelijk. En dat is waarschijnlijk de helft van wat er ooit geweest is hier. En al die verschillende boeken, handschriften waarin die verhalen zijn bewaard, die liggen natuurlijk verspreid over heel de wereld. Vooral in Europa en in Amerika. Maar gelukkig worden steeds meer van die handschriften gedigitaliseerd. Elisabeth werkt dus veel met digitale handschriften, maar soms ook met papieren. En heel af en toe worden er ook nog nieuwe stukjes ridderromans uit de middeleeuwen gevonden. Het gebeurt gelukkig nog wel steeds dat er nieuwe handschriften of stukjes van handschriften worden gevonden. Nu zul je misschien afvragen waar dan? Wel in kaften of banden van andere boeken. Want toen de boekdrukkunst was uitgevonden, werden veel handschriften eigenlijk in stukken gesneden, omdat het perkament, dat dus heel stevig materiaal was, hergebruikt kon worden. En gebruikt kon worden voor de versteviging van bijvoorbeeld de banden zelf of de boekruggen. Maar soms worden die boeken gerestaureerd en dan komen dit soort fragmenten tevoorschijn. En dat zijn dan vaak handschriften geweest die werden gebruikt of die een rol speelden in het geloof. Maar heel soms zitten er ook ridderromans tussen, zoals deze. Moet hier geen antwoord aan? Nee, dat zie je vaak in films. Maar het is eigenlijk helemaal niet goed om iets om je vingers te hebben. Want dan heb je minder gevoel in je vingertoppen en dan kun je het materiaal juist beschadigen. Dus het is eigenlijk beter om gewoon je handen goed te wassen, zoals ook in de hoofse cultuur gebruikelijk was. En over die hoofse manieren van ridders lezen we graag. Over de gevechten, de heldendaden, over de romances. Meer nog, we zien graag steeds dezelfde ridder terugkomen in onze boeken of in onze films. Denk maar aan al die bewerkingen van koning Arthur. Die doen het gigantisch goed. Maar zijn we die figuur, na al die eeuwen, dan nog niet beu? Ja, eigenlijk gebeurt dat vandaag de dag ook niet. Als je denkt aan al die Spider-Man films, Batman, Superman, Harry Potter. Ook daar verschijnen vaak prequels of sequels of spin-offs. Dus blijkbaar willen mensen niet steeds een nieuwe superheld. Ze willen meer van hetzelfde. Ze willen weten wat er vooraf gebeurde of hoe het verder ging. Als je een heldenverhaal maakt, dan moet je een beetje meebewegen met de tijd en de cultuur waarin je leeft. Dat is natuurlijk wel zo. Maar tegelijkertijd moet je ook zien dat je mensen iets vertrouwds geeft of iets bekends. En dus het gaat dus een beetje om de balans tussen enerzijds voorspelbaarheid of herkenbaarheid en de andere kant toch
kleine aanpassingen die zo'n verhaal dan net interessant maken. En daarom vinden wij al die Harry Potters en Spider-Mans ook zo goed. En koning Arthur trouwens ook nog altijd, hè. Want een compleet nieuwe superheld uitvinden, dat is gewoon gigantisch moeilijk. Dikke merci Elisabeth voor de uitleg. En vond jij deze video top? Dan mag je die zeker liken, doorsturen naar al je vrienden. En zeker niet vergeten abonneren op ons kanaal om nooit nog een video te missen. Bye!